Hey, mooie taren, komt dat nog goed, Valentijn? Ik hoor allerlei verhalen. Ik ben bang voor niet. Wat gebeurt er met die jongen? Er werd natuurlijk gezegd van privéredenen. En Mino gevraagd, en die wilde voor de rest niet over uitweiden. Maar vanuit Italië komen wel die berichten dat hij redelijk losbandig leefde. En hij was al geblesseerd, kwam maar niet terug, niet fit. En als je dan onderhand je gezicht laat zien in Monaco, in Milaan, en je gaat naar Nice, hè, dan ga je naar je vrienden, naar Kluivert, naar Stenks en Boadu. Ja, maar nu zie ik Jurriaan van Wessel die zegt, het is wel grappig dat er nu gesuggereerd wordt dat Iatar in het nachtleven van Monaco wordt Er is geen nachtleven. Maar er is geen nachtleven, zegt hij. Nee. Vanaf 11 uur is alles dicht. Nee, maar hij gaat wel vaak naar de jongens toe en zo. Dus... Oh ja, thuis gewoon bedoel je dan? In principe moet hij natuurlijk gewoon aan zijn fitheid werken. Ja. En ze hebben hem nu laten gaan en hij zit nu in Nederland. En voorlopig weet je wat het ook is, Valentijn? Wij zijn in Valentijn, hè? Valentijn. Ja. Maar wij is zijn met dubbel L? Valentijn. Het is wij zijn in Nederland natuurlijk, zeker voor jeugdspelers waar we potentie in zien, zijn wij hartstikke die. Pamperen we, daar praten we mee. Daar doen we. Hè, de familie wordt uitgenodigd op in de Kuip. Maar daar niet. Nee, dan moet je presteren. Dan moet je presteren als donder je maar op. Ja, ja. Daar hebben ze helemaal geen zin in natuurlijk daar. Nee. Hebben ze ook geen tijd voor. Om heel veel energie en in zo'n gozer te steken. Maar dat is eigenlijk in het totale topvoetbal zo. Maar in Nederland zijn we nog bij PSV zeker een beetje een grote familie. Ja, maar je weet je, je hebt niet die tv-gelden van Engeland. Dus je bent altijd een beetje afhankelijk van dat je af en toe zat. Dus zo'n, je houdt heel lang geloof in zo'n jongen natuurlijk. Ja, en daarbij waar hij nu zit, zeggen ze heel donder op als je tegen op de training komt. Ja. Plummer op. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook gezegd. Ja. Dus, maar ja, aan de andere kant... Het is wel droevig, hè? Voor zo'n talent. Enorm talent, ja. Kijk, hij had Van Gaal zoekt een man achter Berghuis. Dat had hij kunnen zijn. Ja. Hij had op die plek moeten spelen. Het was het grootste talent van Nederland op een gegeven moment. Maar is dat nou de schuld van Schmid of is het nu inmiddels zijn eigen schuld aan het worden? Kijk, hij is natuurlijk verantwoordelijk voor zijn eigen situatie. Hmm. Kijk, en dat Schmid het niet kon opbrengen om hem zo te begeleiden zoals ook Memphis naar de top begeleid hebben. En toen hebben ze een grote transfersom gebeurd. Misschien is deze jongen er wel niet vatbaar voor geweest. En dat kan. Memphis op een gegeven moment houdt het op. Ja. Dat heb je ook met Tanaan. Op een gegeven moment is het geduld van een trainer op. Hmm. En of dat nou het clubbelang is, dat is weer een ander verhaal. Maar zo'n trainer denkt, ja, wacht even, ik heb er 16... en ik moet al mijn tijd in hem steken. Ja, principe had hij, vond ik wel, hij had hem wel de kans moeten geven op zijn eigen plaats. Hè. Bij Van Bommel deed hij het heel erg goed. Ja. Van Bommel die wordt weggestuurd, er komt een andere trainer. Nou, die ziet het iets minder in hem zitten, maar geef hem wel de kans. Hmm. Een aantal wedstrijden, en die heeft hij eigenlijk nooit echt gekregen. Hij heeft nooit echt een vertrouwen gevoeld. Maar op een gegeven moment, als je blijft hangen, word je ook ingehaald. Ja. Ingehaald door Madueke, ingehaald door Gakpo, ingehaald door... Ja, die word je gewoon ingehaald dan op een gegeven moment natuurlijk. Hè. Ja. Maar die Madueke en hij zaten in hetzelfde schuitje vorig jaar eigenlijk. En die Madueke heeft het in die zomer natuurlijk... Ja, die heeft het wel opgepakt. Ja. Maar is het niet zo in Nederland ook... Wij hebben begrip voor het karakter en de trots van Marokkaanse jongens. Ja, dan komt er een Duitse trainer uit een hele andere cultuur. Die heeft daar niks mee te maken, nee, Marokkaanse jongens. We hebben gewoon 16 spelers en de beste staan erin. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.